die laatste week van mijn opname kwam er toevallig kwam er een verpleegster informeel bij mij op de kamer. En ze zei, ja, ik heb gehoord dat je ver hier, jouw verhaal hier af is. En zie je het een beetje zitten. En ik zei, ja, eigenlijk voel ik mij zeer een bang vogeltje. En ik wist ook, mijn vriendin had een einde gemaakt aan onze relatie. Ik had nog nergens om te gaan wonen. Ik wist ook nog niet wanneer dat ik terug kon gaan werken. Dus dat was eigenlijk een heel groot vraagteken. En die verpleegster die zegt tegen mij, als jij iets op zoek bent. We hebben een patiënt hier gehad en die is in contact gekomen met meditatie. Zou je dat eens niet proberen? Zou je dat een keer niet uitproberen? En dat was informeel dat ze mij dat aanraden. En ze zei, ik ben daar met mijn collega naar het meditatiecentrum zelf ook eens gaan kijken en gaan luisteren. En wat ze daar vertellen, dat was eigenlijk heel logisch en heel toegankelijk. En dat was in Leiden. En in Leiden ben ik zelf naar de lagere school geweest als kind. En mijn vader is daar altijd leraar geweest. En ook nog directeur. En ik dacht van, misschien is dit hier wel een beetje voorbestemd. Maar ik wist niks van het meditatiecentrum af. Ik wist ook niks van meditatie. Ik wist helemaal, het woord Dhammakaya kon ik met moeite uitspreken. Dus ik wist helemaal niks. Dus ik dacht van, ja, laat het mij gewoon eens uitproberen. Laat mij gewoon eens gaan luisteren en kijken. Ik was toen ook nog vrij sceptisch en een beetje de kat uit de boom kijken. Dus ik dacht van, ik ga gewoon eens gaan luisteren. Maar van het moment dat ik daar eigenlijk toe kwam op de oprit en met mijn wagen, ik dacht van, hier heerst precies wel een zeer aangename sfeer. Het was een gevoel. En ik kwam binnen in de meditatieruimte en ik wist niet waar dat ik moest gaan zitten. Ik wist niet, het was heel vreemd allemaal, maar ik dacht van, ik ga het gewoon uitproberen en we zien wel wat het geeft. Ik heb toen mijn eerste meditatiesessie gevolgd, ook de eerste les gevolgd, die meditatie gerelateerd was. En ik voelde mij direct een beetje verkocht. Ik dacht van, ik ga dit even blijven doen. En we zien wel waar we uitkomen. En ik heb dat wekelijks langsgaan naar het meditatiecentrum. En elke keer dat ik terugkwam, was dat precies of ik had een energieboost gekregen. Ik voelde mij ook veranderen. Ik voelde mij zelfzekerder worden. Ik voelde mij openbloeien. Dus, en we woonden toen nog samen, mijn ex-vriendin toen en ikzelf. We waren op zoek naar een oplossing, zij een appartement of ik een appartement. En zij zag ook een bepaalde verandering toch in mij. En ze was heel positief verrast. En toen heb ik ook de beslissing genomen om, ik wil alleen, ik kon nog niet gaan werken. En ik dacht van, het was toen zomervakantie. En ik dacht van, ik ga eens alleen naar een Aziatisch land. Het kan me niet schelen waar naartoe. Ik ga naar het reisbureau en ik boek mijn reis voor mezelf. Helemaal alleen. Dat ik van iedereen en alles eens kan disconnecteren. En dat, want ik ben iemand die nogal zeer veel rekening houdt met anderen. Ik dacht van, ik ga dat eens proberen. Ik heb mij toen een reis geboekt naar Cambodja. En ik heb daar vier weken naartoe geweest. Ik heb daar ook kennis gemaakt met de cultuur. Allee, ik was al een paar keer naar deze Aziatische landen geweest, dus de Aziatische cultuur was mij niet vreemd. Maar het was toch wel een zeer intense ervaring. Ik ben ook een paar keer mezelf tegengekomen. En toen ik terugkwam van Cambodja, ben ik blijven naar het meditatiecentrum gaan. Ik ben dan als vrijwilliger daar beginnen taken te doen. Ik ben daar ingerold en ik voelde mij daar heel... Ik voelde mij daar ook heel thuis. Ik heb toen ook met Loempi Sander een aantal hele mooie gesprekken gehad. En ik weet nog, een van de eerste weken dat ik daar was, dat er sprake was van een retraite. En ik dacht van, ik moet dit gewoon doen. Dit was van 3 dagen, van vrijdag tot zondag. En ik weet toch dat ik toen vertrokken ben met hevige ruzie thuis. Bijna al slaande ben ik daar vertrokken, bijna. Want het ging toen heel heftig aan toe. En tussen mij en mijn ex-vriendin, waar dan ik dan nog mee samen woonde. En ik herinner mij nog dat ik uit de auto heel boos gestapt ben. Ik moest nog een ganse weg te voet doen. En ik kreeg telefoon van Loempi Sander. En hij vroeg mij
of hij eventjes een gesprek kon hebben, een soort van verkennend gesprek, want voor de retraite, ik had ook opgeschreven, ik was eerlijk geweest, ik had gezegd dat ik in de psychiatrie gezeten had, dat ik aan de medicatie antidepressiva nog altijd zat. Dus ik had dat allemaal eerlijk opgeschreven op een formulier. En toen hebben we... En ik was op wandel en ik was nog altijd enorm begaan met wat er thuis gebeurd was. En ik kwam binnen in het meditatiecentrum en het was alsof er rust over mij kwam. En ik heb toen dat gesprek gehad en toch wel een beetje verzekerd dat ik geen rare toeren ging uitsteken. Loempie Sander had mij toen ook gezegd van stop ook niet met je medicatie. Hè. Blijf nemen wat je nu neemt. En dat was voor mij zo oké. Okay. Dat was voordat ik als vrijwilliger beginnen daar te werken ben. Hè. Nu, ik voelde mij daar altijd zeer welkom. En wat ik heel mooi vond, was dat er niks moest. Alles mocht, maar niks moest. Ook bij, ik ben nogal slecht in afspraken van schoenen uit. Deze gebruiken wel, deze gebruiken niet. Ik ben daar heel een beetje slecht in. Maar ik heb mij nooit ongemakkelijk gevoeld. Er werd mij nooit iets kwalijk genomen als ik iets zogezegd verkeerd deed. Qua afspraken. Nu... Na een aantal weken te gaan ook, had ik ook al een flyer zien liggen van Peace Revolution. Dus dat is een organisatie die jongere mensen aanspoort om aan meditatie te doen en die dus ook allerlei activiteiten organiseert. Ik had die flyer daar zien liggen, maar ik had daar eigenlijk geen aandacht aan besteed. Ik was met heel veel andere dingen bezig. Toen ik teruggekomen ben van Cambodja... Toen heeft mijn vriendin mij gezegd, ik ben blijven aan het meditatiecentrum gaan. En ze zei, jij bent zo veranderd in zo eigenlijk een vrij korte periode. En zij zag het zitten om de relatie nog een tweede kans te geven. Dus dat was voor mij zeer goed nieuws om ook terug weer papa te kunnen zijn van de twee kindjes. Ik ben dan blijven gaan en op een bepaald moment ben ik ook beginnen rondleidingen te geven in het meditatiecentrum. Dus waren mensen, groepen mensen die kwamen en die ik dan een beetje vertelde, ook over Luang Po en Kunyai en over de gebruiken en over de meditatie. En dat ik ben leraar van opleiding, dus dat triggerde bij mij ook iets van dat delen. Ondertussen was ik zodanig al, vond ik van mezelf geëvolueerd... Dat ik dacht van, ja, maar mensen mogen dit ook... ik wil die mooie boodschap ook delen met mensen. En toen ook, ben ik ook eens een paar keer gevraagd geweest om meer retraites te begeleiden, min of meer. En dat heb ik met heel veel plezier ook gedaan. En ik voelde dat als mensen mij iets kwamen vragen of er was... op alle vlakken eigenlijk voelde ik zo'n beetje kriebelen in mij van ik zou graag eigenlijk nog meer doen wat ik nu doe. En dan kwam Peace Revolution weer op mijn pad. Dat ik dacht van, ik ga nog maar eens kijken wat die organisatie precies doet. En ik heb dat dan opgezocht op de website en ik voelde mij aangetrokken om... Desondanks dat ze zich vooral focussen naar jonge mensen, dacht ik van... misschien moet ik dit avontuur wel eens aangaan en moet ik... ze bieden een 42 dagen online zelfontwikkelingsprogramma. Dat bieden ze aan, gratis. En ik dacht van, ik ga dat eens uitproberen. Ik ga gewoon dat als stap 1 doen en we zien wel waar we uitkomen. Ik heb dat dan 42 dagen gedaan. Je krijgt dan een coach aangewezen. En die coach helpt je er een beetje door. Hè? Dus die... Je typt je ervaringen in, je krijgt dan feedback van je coach. Ik had Brunel en die woont in Benin in Afrika. Hij was een meditatiecoach. En hij gaf ook soms videofragmenten door die inspireerden, waar dat ik dan mijn mening mocht over zeggen. En zo... Dus de relatie precies van Peace Revolution en onze tempo. Ja, de relatie tussen de twee is eigenlijk... dat Peace Revolution is een organisatie die meditatie eigenlijk probeert voor het grote publiek aan te reiken.
Ze hebben banden met de tempel, want zij werken samen met Lumpy John en Lumpy Pasura. Dat zijn twee monniken. En de monniken die werken heel nauw samen met Peace Revolution. De CEO van Peace Revolution is Ping Ping. En zij werken heel nauw samen. Dus eigenlijk de meditatietechniek die zij gebruiken, Peace Revolution, is de Dhammakaya meditatietechniek. En zij willen ook wel mensen aanspreken die het gewoon alle publiek aanspreken. Ook moslimmensen, mensen met alle geloven. Hè. Dus het universeel maken, als het ware. Dus ze willen eigenlijk hun focussen op hoe brengen we meditatie naar buiten op een positieve manier. En hoe kunnen we mensen laten kennismaken met meditatie? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich goed voelen? Eigenlijk is het mentale zelfzorgprogramma dat ze aanbieden. En ze halen hun mosterd, halen ze van bij de Dhammakaya meditatietechniek. Dat is eigenlijk de link tussen de twee. Nu, ik voelde mij enorm aangesproken, ook omdat het zeer neutraal is en voor iedereen. En ik dacht van, ik ga gewoon die 42 dagen ga ik doen. Ik was in contact met die peace coach. En dan, na die 42 dagen, heb ik een meditatieavond bij mij thuis georganiseerd. En die meditatieavond was ook rechtstreeks met een meditatietrainer. En dat is een lesgeefster vanuit Letland. Die heeft dat dan begeleid bij ons thuis. En na die ervaring hoorde ik dat er een Europese bijeenkomst was in Leiden van leraren, meditatieleraren, en dan ook een aantal coachen en ook de CEO van Peace Revolution ging er ook zijn. En ik dacht van, ja, ik wil daar wel naartoe. Ik wist ook nog niet of dat ik mocht gaan als leek, hè. Met mijn enkele ervaring die ik had, was de 42 dagen en de meditatieavond bij mij thuis. En toen mocht ik toch gaan. Dus ik ben gegaan naar die bijeenkomst in Leiden. En dat was een heel mooie ervaring. Dat was een hele mooie sfeer. Het was eigenlijk internationaal, maar het waren wel allemaal mensen die in Europa woonden, die daar waren. En na die avond, die retraite eigenlijk, was van 3 dagen, werd ik gevraagd om de opleiding te volgen. Zei de CEO, zei van, ben je geïnteresseerd om de opleiding te volgen tot peace coach, om ook coach te worden? En ik dacht van, ja, ik zie dat eigenlijk wel zitten, maar ik moet dat eerst zien. Ondertussen werkte ik al, goede relatie. Dus moest ik zien dat dat op alle vlakken wel ging lukken. En dat was in december. En normaal gezien moet je dan, als je dat succesvol hebt beëindigd, is het dan de bedoeling van een jaar, zogezegd, stage te lopen als peace coach. Dus moet je ook mensen begeleiden die 42 dagen programma volgen. En als je dat jaar succesvol hebt doorgebracht, dan kan je in januari teruggaan om leraar te worden, om zelf meditaties te mogen geven. En dan heeft de baas van Peace Revolution heeft toen gezegd van, kijk, met jouw 5 jaar ervaring en ook met jouw verhaal en met het feit dat je hier vrijwilliger bent, het feit dat je het Dhammakaya meditatiecentrum zo goed gezind bent, ik ga eens bij wijze van spreken iets geks doen, hè, en ik ga jou vragen om ook al de opleiding in januari te volgen, zodanig dat je december en januari, zonder dat jaar te overbruggen, dat je die 2 maanden kan volgen. Ik ben daar natuurlijk, ik heb dat met 2 handen gegrepen en ik ben dan ik heb het vliegtuig genomen en ik ben naar Thailand gegaan om de opleiding te volgen. En ik moet zeggen, we waren met de eerste training rond de 43. En met de tweede training waren we met ongeveer hetzelfde aantal. Ik denk een 45-tal mensen. Nu, het is niet zo dat de opleiding dat die gedaan is wanneer dat je in januari je certificaat krijgt. De opleiding blijft.
voor altijd. Omdat je nooit af bent. Omdat je eigenlijk constant bijleert en constant evolueert ook. En vandaar dat ze ook vinden dat je op regelmatige basis terug moet keren om jouw certificaat te hernieuwen. En in het begin vond ik dat een beetje raar, want in onze westerse maatschappij dacht ik van, ja, als je diploma hebt, heb je toch je diploma. Maar nu begrijp ik dat wel 100%, waarom dat, ze, ja, dat je toch wel steeds dat hernieuwt. Het is ook de bedoeling dat je elke activiteit dat je organiseert, dat je daar een verslag van maakt, dat je dat naar Ginder opstuurt. Nu zaterdag hebben we een support class, heet dat, dat je dan in contact komt met hen en dat je een online bijgeschoold wordt, als het ware. En ook wekelijks wordt er verwacht dat je een verslag maakt van je week meditatie. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat we ons streefdoel is om 2 uur per dag te mediteren. Dat is eigenlijk het streefdoel. Doe je dat? Ik probeer dat en dat lukt mij behoorlijk goed. Er zijn soms dagen dat het mij niet lukt, ik moet daar eerlijk in zijn, maar ik sta ook 's morgens op om 4:30, zodanig dat ik daar al een serieus stuk voor mezelf kan mediteren en tot rust kan komen. Dat is ook de rustigste moment bij ons thuis. Als ik wacht tot 7 uur of tot 7:30, dan gaat het niet meer. Nu tel ik daar natuurlijk de meditatiebegeleidingen die ik zelf begeleid, tel ik erbij als dat ik voor mezelf ook mediteer. Dus op die manier kom ik wel aan gemiddeld 2 uur per dag, toch, ja. Ja. Heeft de hele week doen? Ja. Dat is, dat is eigenlijk een manier van leven. Het maakt deel uit van... Maar jij mediteert, doet jouw vrouw en je kinderen ook mee? Wel, dat is een hele goede vraag. Dus mijn vriendin die ziet wat het met mij doet. Zij voelt zichzelf daar soms klaar voor en soms ook niet. En ze zegt soms van, gelijk als nu, zij is ook lerares. Dus we hebben nu 2 maanden vakantie gehad. En ze zei van, ik wil toch wel regelmatig eens dat je een mini-begeleiding samen met mij doet. Ik geef ook live meditatiesessies. Alleen nu niet. Hè. Vanaf 2 september mag ik terug starten. Maar de eerste 2 keer dat ik het voor het coronatijdperk, had ik 2 sessies gedaan. En ze is daar ook mee gedaan. Ze heeft ook deelgenomen aan die meditatie. Nu, aan mijn kinderen, die ondertussen 7 jaar zijn, daar beperk ik mij vooral tot de relaxatieoefeningen. Hè. Dus het ontspannen, zeker ook voor het gaan slapen. En dat helpt ook wel. Dat ze eigenlijk zich focussen op delen van hun lichaam. Dus vooral de gewrichten zijn altijd heel goed om u even uw gedachten op te focussen. Dus daar, ik moet zeggen, mijn ene dochter is er, ik forceer hun ook tot niks. Want ik vind als je mensen forceert om te mediteren, ja, dat lukt gewoon niet. Dus mijn ene dochter staat er zeer open voor. De andere die zegt, dat is niks voor mij. Dus mijn ene dochter, die regelmatig zitten we samen in de zetel. En dan sluit ze haar ogen samen met mij. Dat is heel kort, altijd heel kort. Ondertussen begin ik met wekelijkse meditaties vanaf 2 september. Doe ik ook in samenwerking met Loempi Sander de Zoom-meditaties. Ik doe ze op maandag en vrijdag. En Loempi Sander op dinsdag en donderdag. En op woensdag post ik altijd op mijn Facebookpagina een filmpje, een meditatiefilmpje. En zo probeer ik mensen laten kennis te maken met meditatie. En hoop ik dat het voor hen zoveel kan betekenen als voor mij. Bij mij was het misschien een beetje extreem. Ben ik eerst eens moeten zakken, heel diep. Om uiteindelijk toch wel een resultaat te mogen boeken.
Misschien dat wij even een rondvraag of een vraag ja, zeker. Rondvraag. Ja, een rondvraag. We hebben ook twee mensen online, dus toch wel een rondvraag. Ik heb geen vraag, maar ik vind het gewoon een heel mooi verhaal. Dankjewel. Mooi om te horen. Wie iets kunt vinden in je leven wat je houvast heeft. Ja. Ja, dank je. Ja, ik was, voordat ik meditatie heb leren kennen, was ik mij aan het vastklampen aan alle externe factoren die een mens zogezegd gelukkig maken. Ik was daar extreem naar op zoek. En dat op zoek gaan zorgde voor frustratie en teleurstellingen. En dat gaf als gevolg dat ik begon te vluchten. Pieter en Linda schrijven, dank je wel. Ik heb nog een vraag. Misschien ook een moeilijk antwoord erop, maar hoe beleef jij het contact met jouw echtgenoot en de integratie van jij naar haar en van haar naar jou? En ook naar de kinderen. Je hebt toch een ander pad gelopen. Ja. En voor ons westelijk gebeuren een pad wat sommige mensen wel willen. Nou, in welk kommetje gieten jullie dat ja. samen? Ja, dat is een en wisselen jullie dat uit of is daar geen communicatie over? Hoe functioneert dat? Ja, staan jullie ver van elkaar af? Hoe gaat dat? En met kinderen ook zo? Ja, ik begrijp wat je vraagt. Nu, als iemand verandert als koppel, als iemand verandert, ik denk dat je beiden verandert in de loop der jaren. Hè. En je hebt, als je verandert allebei in een andere richting, dan kan dat tot problemen zorgen, hè? Zeker en vast. Als de een hetzelfde pad blijft bewandelen, de andere kiest een ander pad, ja, heb je dan nog raakvlakken. Ja. Je hebt ook mensen die te nauw, te dicht tegen elkaar groeien na verloop van tijd en die het ook te benauwd beginnen te vinden. Ik denk dat wij vooral geleerd hebben. We hebben ook in onze relatie zeer diep gezeten, dus zoals op een moment ook gedaan. En ik denk dat wij op een ander niveau, daarom niet beter of niet slechter, maar dat we op een ander niveau zijn gekomen van hoe dat wij elkaar beschouwen. Dus wij hebben bijvoorbeeld geen jaloezie meer ten opzichte van elkaar en toch zien we elkaar heel graag. We hebben een bepaald soort respect voor elkaar gekregen die eigenlijk boven, die anders staat dan vroeger. Dus ik zou durven zeggen dat we eigenlijk zo wat op gelijke golflengte zitten, zonder woorden. Het is een hele intense relatie geworden, die eigenlijk gebaseerd is op onze ervaringen die we samen hebben meegemaakt. En waardoor dat er een enorm respect voor elkaar ook is gekomen. Zij ziet hoe mij dat heeft veranderd. Ze heeft daar enorm veel respect voor, dat ik van zo ver kom. En ze beschouwt mij als sterk. En ik heb dat van haar ook, want als je met een verslavingspartner zit, dan is de partner een even groot slachtoffer. En die worden vaak vergeten. Die worden vaak... bij mij ook, hè, als ik die professionele begeleiding heb gekregen. Ik heb die begeleiding gekregen, maar zij niet. Zij heeft geen begeleiding gekregen van niks of niemand. En toen dat ze besloten heeft om terug bij mij te komen, dan hebben sommige mensen zelfs dat niet begrepen. Dan dachten ze van, wat ga jij doen? Hetzelfde geldt volgende week of volgende maand of volgend jaar zit je weer in dezelfde situatie. En ik denk toen dat zij die beslissing genomen heeft van, kom, we gaan voor die relatie,
heeft ze denk ik een hele bijzondere stap gezet. Zou je kunnen zeggen dat vertrouwen een heel belangrijk onderdeel is van je leven, zowel bij jezelf als bij anderen? Ja, ja, zeker. En het respect, het zelfrespect en het respect voor anderen, ook het vertrouwen, inderdaad. Wij blindelings, zo goed als blindelings vertrouwen. En, waar dat ik nu ook mij vast van overtuigd ben, als zowel zij als ik ons niet goed voelen in de relatie, dan gunnen wij het elkaar wel ook van een ander pad te bewandelen. Ja, nou, dat is denk ik een mooi moment om even voor vanavond te eindigen. In ieder geval voor de online deel van de avond. Ik wil ook niet te laat maken. En dan denk ik dat als iemand anders nog wil nababbelen... Ik ga niet graag naar huis toe. Ja, ja, precies. Okay. Nou ja, ja. Kijk, ik geef die mogelijkheid in ieder geval. Dus ja... Dankjewel voor... Zeer graag gedaan. Zeer graag inderdaad. Gedaan. Bedankt, Andy, voor je hulp. En ja, dat je toch hier... Je was eigenlijk van plan om gewoon even de tempel te bezoeken, maar toen kwam er meteen een programma achteraan. Goed. Iedereen nog eventjes. Bedankt voor jullie aandacht thuis ook. En ja, dan zien we elkaar weer... overmorgen, online, ofwel volgende week, als je hier plaatst. Ik weet dat ik in moet lopen. Overmorgen is vrijdag. Vrijdagavond. Donderdag. Donderdagavond. Ja. Goed, bedankt hè.